Familie Meiland besloot zich na de terugkeer uit Frankrijk te vestigen in een briljante woonboerderij in Hengelo. Echt lang genieten van de woning kon de familie niet. De verschillende woningen waren in strijd met het bestemmingsplan. Met het vertrek van de familie uit Hengelo rest nog de vraag, zullen Martin en Erika samen blijven of gescheiden wonen? De koopakte onthult het antwoord. Tekst gaat verder onder advertentie. Rechtmatige eigenaar. Eerder werd bekend dat familie Meiland was genoodzaakt de woonboerderij in Hengelo te verlaten. Maxime Meiland zou met haar vriend Leroy op zoek gaan naar een eigen woning. Of Erika en Martin weer samen hun intrek zouden nemen in de nieuwe woning was nog niet duidelijk. De website Bekende Buren onthult nu dat Erika en Martin samen de rechtmatige eigenaren zijn van de nieuwe villa. In de koopakte staan de twee samen als koper aangegeven. 2,7 miljoen euro. Erika en Martin zullen terugkeren naar hun oude dorp Noordwijk. De nieuwe woning van het stel kent een koopsom van bijna 2,7 miljoen euro. Erika en Martin zullen er niet op achteruit gaan. De nieuwe villa is voorzien van een royale woon/eetkeuken, 5 slaapkamers en 4 badkamers. Let's blokkades.